Dames en heren, hartelijk welkom bij de 63ste aflevering van Licht op Leiden. U kunt ons volgen op zondagmiddag 2 uur op Ziggo kanaal 46 en bij KPN 1421. En natuurlijk online. En u kunt ons de hele week ook nog terugzien bij Sleutelstad TV. Hartelijk welkom, Wilco Achterberg. Ik heb jou gevraagd vandaag mijn gast te zijn en daar ben ik echt blij om dat je dat wil doen. Want aanstaande dinsdag is het Wereld Alzheimerdag. En als er iemand is die alles over Alzheimer kan vertellen, dan ben jij het wel. Ik wil het graag straks met jou daarover hebben en over andere zaken die rondom jouw vakgebied spelen. Maar eerst nog even wie je bent. Jij bent hoogleraar institutionele zorg, zoals het heet, en aan de Universiteit van Leiden. Maar je bent ook van de ouderengeneeskunde. Dat zijn niet twee dezelfde dingen, vandaar dat verschil dat gemaakt wordt. We gaan het ook straks over hebben. Van harte welkom. De aanleiding is dus Wereld Alzheimerdag, die aanstaande dinsdag is. Eerst over jezelf. Waar kom je vandaan? Ja, ik ben in Zeist geboren, 1963, midden van het land. En daar was ik een beetje een nakomertje. Mijn zus was 8 jaar ouder en mijn broer 13 jaar ouder. Je hebt je stamboom, van jezelf althans. Ja, precies. En je hebt een broer en een zus en jij bent een nakomertje. Nakomertje eigenlijk. Mijn moeder had wat operaties gehad en dacht dat geen kinderen meer kon krijgen. Dus het was wel een hele grote, leuke verrassing dat ik alsnog kwam. Ja. En we hebben wat foto's van jou gekregen over jouw voorgeschiedenis, van je ouders en je grootouders ook. En daar gaan we even naar kijken. Dit is denk je vader. Dit is mijn vader, ja. Ja. Wie was hij? Ja, mijn vader die is in Langbroek. Hij kwam uit Langbroek, een dorpje in de buurt van Utrecht. En hij is in 1923, dus toen hij 16 was, brak de oorlog uit. En dat was een moeilijke tijd. Ja. En toen moest hij op een gegeven moment onder de Duitse wapenen. Toen is hij ondergedoken. Hij heeft veel verzetswerk gedaan. En is aan het eind van de oorlog, februari 1944, alsnog opgepakt. En naar kamp Amersfoort gebracht. Ja. Het duurde maar een paar maanden, maar kwam daar ernstig verzwakt uit. Tuberculose, difterie, verlamd. Verlamd ook, ja. Dat heeft een aantal maanden geduurd na de bevrijding. En in 1948 is hij met mijn moeder getrouwd. En hij had, zoals het dan gebruikelijk was, tot zijn 12e school gehad. Ik heb ook een foto van je grootvader. Ja. Dat is deze? Dat is mijn vader. Ja, dat is Piet. Dat is zijn vader. Ja. En is in Langbroek. En die had allerlei klusjes gedaan. Toen hij 12 was, moest hij was hij een soort trekker van schuiten. Hè? Later heeft hij op de tram gewerkt. We hebben een fotootje van de trekschuit. De trekschuit, ja. Dat is niet een foto van hem bij de trekschuit, maar zo ging dat ongeveer ging in die dat, tijd. Ja. Dus dat was. Weet je wel waar dit is? Volgens mij is dit. Ik weet niet waar dit is. Bij jullie in de buurt, ongetwijfeld. Hij komt uit jouw archief. Ja, klopt. Ik weet niet precies waar dit is. Maar in ieder geval de trekschuit van Langbroek naar Utrecht. Ja. En later op de tram dus. Maar je vader trouwde met je moeder. Ja. En er kwamen kindjes. Ja. 3, jij was de derde. Ik was het nakomertje. Ja. Ja. Hier zien we jouw grootmoeder. Ja, dat is. Pietje, dat was de vrouw van Piet. Zeg je nou Piet en Pietje? Piet en Pietje. Ja. In mijn familie komen er eigenlijk maar twee namen voor. Wim en Piet. Ja. In verschillende vormen. Ja. En Pietje was heel sterk. Ja. Uiteindelijk is zij 103 geworden. Zo. Ja, was een ontzettend, heb ik ontzettend aan gehecht aan die oma. Ging daar ook vaak logeren. Ontzettende lieverd. Ja. En wat ook zo mooi was, is dat ze altijd, als je langskwam, dan moest ze altijd iets meegeven. Ja, een beetje snoep of koekje, of weet ik veel wat. En ze had helemaal niet zo breed natuurlijk. Dus ik vond het op een gegeven moment, in de puberteit vond ik dat, dan moet je dat niet doen en zo. Nee, dat wil je dan niet meer. Nu snap ik eigenlijk veel beter dat soort wederkerigheid die heel belangrijk is voor oude mensen. Die willen heel graag iets geven. Ja. Dat is belangrijk voor ze. En dit is met mijn oudste zoon. Dus met jouw oudste zoon. Oh, ja. Ik dacht dat jij het was, maar nee. Nee.
Nou, we hebben nog een foto van. Dit is jouw moeder. Oma? Nee, ook, nee sorry. Dat is ook Pietje. Ja. Ja. En dan zit ze in het bejaardenhuis. Hè, verzorgingshuis. Ja. Dus dit is de Pietje die 103 werd. Ja, ja. Ja. En zij is al hier al boven de 100. Maar het ziet er nog goed uit, hè? Ziet er nog goed uit, maar de laatste jaren waren wel lastig. Wat is dat ze heel erg slechthorend was. Ja. Dat is één ding. En ze kon niet goed met die gehoorapparaten overweg. En sinds ze 70 was, had ze heel erg artrose in de knieën. Ja. En toen zei de huisarts, ja, weet je, je bent 70, daar gaan we natuurlijk niks meer aan doen. Hè. Dus, dat is ook wel een soort les voor mij geweest. Ja. Hè? Dus dat je niet moet zeggen, als iemand 70 is, van je hebt je beste tijd gehad, want daar komen er nog 33 jaar. Het is eigenlijk over. Het is eigenlijk over. Je zegt, ik doe niks meer aan jou eigenlijk. Ja, dat zeg je eigenlijk, het is over. Ja, ja. Ja precies. Ja. En zij had heel erg veel baat. Haar die laatste 30 jaar zouden veel mooier zijn geweest als ze zich toch iets had laten doen, denk ik. Ja, precies. Ja, want nu had ze toch altijd veel pijn en ze klaagde nooit, maar ja. Ja, dus je ervaringen, ik kom daar straks wel op terug, maar je ervaringen die koppel je ook aan het werk wat je nu doet. Hè? Dus het is een soort bron van ervaringen geweest die je meeneemt. Absoluut, ja. Ja. We hebben nog een foto van, dit is ook een oma? Ja, dit is de moeder van mijn moeder. Ja. En de moeder van mijn moeder, mijn moeder komt uit Hilversum. Haar man, hè, mijn opa, die was een fabriekswerker in een tapijtfabriek daar in de buurt. Maar mijn oma was nogal ziekelijk, zal ik maar zeggen. Je kan wel een beetje zien dat ze een struma heeft, hè, dus een grote schildklier. Ja. En ze heeft een beetje dikke benen en eigenlijk altijd was ze in de lappenmand. Dus ik ken haar ook niet anders dan in de lappenmand. Ja. Ja. En anders dan mijn andere oma was zij veel meer van lijdzaam en ik zal wel snel dood zijn. En een beetje meer depressiever, zal ik maar zeggen. Ja. Hier hebben we nog een foto van een van je... Oh nee, dit is het huwelijk. Ja, dat is mijn, dat is bij een huwelijk van... ik weet niet precies van wie, maar in ieder geval dat zijn mijn opa en mijn oma in dat betere tijd. Maar je ziet hier ook al... dat zij dus ook haar benen ingezwachteld heeft. Hè? Ja. Dus al heel snel was ze eigenlijk voortdurend aan het... Die kwetsbaarheid kwam bij haar heel snel. Weet je wat het mij ook oproept? Als je deze foto's ziet, en dit is nog niet eens echt heel erg lang geleden natuurlijk... dat oudere mensen, als ze ouder zijn, vroeger zoveel anders waren dan nu als ze ouder zijn. Hè? Ja. De donkere oma's en opa's in de hoek, die zijn er bijna niet meer. Nee. Nee, en toen deze oma... 40 was, toen was er, misschien is het deze wel, toen gingen ze dus een nieuwe mantel kopen. En mijn moeder zei vaak, daar ergerde zich zo aan ook, dat dan, ze zei, dat zal wel mijn laatste nieuwe mantel zijn. Ja. Dus het idee ook dat het leven boven de 40 eigenlijk langzamerhand al gaat aflopen. Ja. En hoe anders is dat dan nu, ja. Ongelooflijk, hè. Ja. We zien nu mensen die dan zeggen, ik ga met pensioen. En dan denk ik, ga jij met pensioen? Ja. Je ziet eruit als 45. Ja. En dan hebben we nog een foto van je moeder met je zoon, volgens mij. Ja. Ja. Dit is Max. Dit is Max ook, ja. Is dat de oudste? Dat is mijn oudste, ja. Ja. Hoe oud is hij nu? Mijn is 24. Ja. 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 Ja, trots oma. Mijn vader, ja zeker, trots oma. Mijn vader en moeder zijn niet oud geworden. Die zijn al bij zoiets van 76 geworden. Ging ook best wel vrij snel na elkaar overleden die. En, dus die zijn er al een tijdje niet meer. Ja. We hebben een foto van je gezin. Daar zit je vrouw ook op de foto. En je twee zoons. Ja, klopt. Ja, ik ben super trots op mijn zonen. En ik ben zelf best wel lang, hè, 1,89. Ja. Dus ik was vroeger altijd de langste in huis. Maar dus Jim, die zit daar links, hè, met dat gestreepte truitje aan. Die is iets van 1,97 en die studeert in Rotterdam. Wat doet hij? Econometrie. Oké. Okay. Ja, de andere zoon, dat is mijn oudste, Max, die is wel 1,94 of zo en die studeert geneeskunde in Utrecht. Die gaat jou achterna? Die gaat mij achterna, misschien niet dezelfde richting op, maar... Maar natuurlijk geen enkele dwang van jouw kant? Nee. Want jouw vrouw zit ook in de zorg? Ja, mijn vrouw is psycholoog. Ja. Nou ja, geen wonder toch dat er belangstelling ontstaat op zo'n moment. Zeker, ja. Ja, ik heb nog één foto, maar dan ben je al hier in Leiden aanbeland in je functie als hoogleraar. Dit is in de aula van het universiteitsgebouw. Ja, op Rapenburg. Wanneer ben je benoemd tot hoogleraar? 2010. Ja.
2010, dat is ruim 10 jaar nu. En in 2011 heb ik mijn oratie uitgebroken. Ja. En waar heb je gestudeerd? In Utrecht. Ja. En toen heb ik de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, toen heette dat nog verpleeghuisarts overigens, aan de VU gedaan in Amsterdam. Ja. Hoe kiest iemand voor ouderengeneeskunde? Ja, nou ja, ik denk ik heel bewust dat ik dat die plaatjes, dat ik daar die reflectie op geef. Dat ik al heel jong iets met ouderen had. Hè, dat ik ook, we hadden ook bijvoorbeeld een buurman, ook een oudere buurman, die kreeg een beroerte. En vond ik het ook, ik hielp hem als 10-jarig jongetje met oefenen in de tuin. Ja. Dus dat vond ik altijd interessant. Maar dat was toch niet de reden dat ik geneeskunde ging studeren. Nee. Want ik wilde tropenarts worden. Ja. Dat werd dan uiteindelijk toch wat anders. Ja, dat werd toch wat anders. Ja. Nou, ik ga niet met je praten over hoe je allemaal hier aan het werk bent gegaan en dat soort dingen. Ik wil graag naar het echte onderwerp ook, en dat is Alzheimer. Ik heb daar een filmpje van. Daar komt het. Wat is dementie? Dementie is een verzamelnaam voor ruim 50 ziektes in de hersenen. De meest voorkomende vorm is de ziekte van Alzheimer, maar ook vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie komen veel voor. Deze ziektes tasten de hersenen zo aan dat ze belangrijke informatie niet meer kunnen verwerken. Maar liefst 1 op de 5 mensen krijgt dementie. Bij vrouwen zelfs 1 op de 3. En dementie komt ook voor op jonge leeftijd. De gevolgen voor iedereen zijn groot. Want mensen met dementie kunnen uiteindelijk niet meer voor zichzelf zorgen en sterven uiteindelijk aan de gevolgen van dementie. Daarom moeten we samen zo snel mogelijk oplossingen vinden. Lees wat jij kunt doen op alzheimernederland.nl voor een toekomst zonder dementie. Ja, Wilco, dit is een korte introductie op het begrip en de ziekte Alzheimer. Het is denk ik niet de enige ziekte die bij ouderen veel voorkomt, maar het is wel, ik zou bijna zeggen, een volksziekte aan het worden, hè? Of geworden. Ja, dat klopt. Hè. Dus de getallen die daarin staan, die kloppen. Hè. Dus 1 op de 3 tot mensen die krijgen een vorm van dementie. Hè. Ja. Alzheimer is natuurlijk een vorm van dementie. Ja. Maar eigenlijk staat er voor een heel scala aan ziekten in de hersenen die ervoor zorgen dat je die combinatie krijgt van geheugenverlies en dat je dingen niet goed kan doen. Ja. En dat je uiteindelijk niet meer voor jezelf kunt zorgen. Kun je heel kort aangeven welke vormen er zijn? Ja, dus Alzheimer is een vorm die veel voorkomt. Ja. Vasculaire dementie, dat is een vorm die veel voorkomt door een soort kleine propjes naar de hersenen. Ja. En dat zie je vaak bij mensen die al last hebben van hoge bloeddruk bijvoorbeeld of diabetes. Dan heb je heel soms ook nog wel wat erfelijke vormen. Bijvoorbeeld de ziekte van Pieck, dat is een vorm van dementie die een beetje aan de voorkant van je hersenen zit. Ja. Je hebt Lewy body dementie, ja. Dat is een vorm die zit een beetje tussen Parkinson en Alzheimer in. Eigenlijk heb je heel erg veel mengbeelden. Ja. Wat is de meest voorkomende? Nou, eigenlijk zijn de mengbeelden het meest voorkomend. Ja. Dat is ook een beetje het ingewikkelde. Als we het gaan hebben over hoe moet je het dan bestrijden. Ja. Dan zit je eigenlijk met het feit dat je, als je een ziekte wil bestrijden, dan wil je graag precies weten hoe het komt. Ja. En dat is bij iedereen eigenlijk anders. Ja. Dat betekent dus ook dat je ontzettend moet onderzoeken hoe het ontstaat om een goede, ja, een goede remedie te vinden. Ja en nee. Hè, want bijvoorbeeld, we weten dat bepaalde processen spelen. Hè, bijvoorbeeld een soort eiwit wat in de hersenen neerslaat. Daar is nu veel om te doen. Want dat eiwit kunnen we nu remmen met het nieuwe geneesmiddel. Maar we zien ook in de onderzoeken die gedaan zijn, dat je dat eiwit wel remt, maar de ziekte eigenlijk niet. Dus er spelen veel meer dingen. Ja. En het heeft, eigenlijk moet je veel dingen tegelijk aanpakken. Er is geen wet die zegt alleen ouderen krijgen het. Hè? Want er zijn ook jongeren die het kunnen krijgen. Zeker, ja zeker. Dat kan al heel vroeg zijn. Hè? Dus er zijn mensen al van 15 die... Zo jong al? Zo jong al, ja. Dat is dan vaak wel door andere vormen. Ja. Bijvoorbeeld, we zagen dat
In de jaren 80, rondom de gekke koeienziekte. Ja. Dat geeft ook een vorm van dementie. Maar je hebt duizenden Nederlanders die al voor hun 50ste dementie krijgen. Of een vorm van dementie. En is dat dan vaak dezelfde als ze zo jong aan slachtoffer zijn ervan? Nou, dat wisselt. Dus dat kan, je kan de jonge vormen van Alzheimer hebben, maar ook jonge vormen van frontotemporale dementie. Dus dat wisselt nogal. Waar moet ik op letten als toch al wat ouderen? Nou, ik denk dat het goed is om te bedenken dat je op alle leeftijden iets kan doen om je kansen te verkleinen. Ja. En dat is gezond eten, dat is bewegen, dat is niet roken, matig drinken. En, heel belangrijk, ik zeg het als laatst, maar is goede sociale contacten houden. Want we zien eigenlijk dat, dus al die vormen, die weet iedereen wel. Maar als je goed sociaal in het leven staat, dan zien we ook dat dementie later ontstaat. Dat helpt om het tegen te houden. Dat helpt, ja. Het was iets wat ik zelf bedacht. Mijn moeder heeft ook dementie gehad. En ik heb altijd gezegd, volgens mij moet je ervoor zorgen dat je heel lang actief blijft en erin blijft. Ja. En toen zei iemand, ja, maar dat helpt natuurlijk niet echt. Maar ja, dat zegt wel. Zelf. Ja, helpt ja. Wel. Ja, ja. Ja. Ja, dus je maakt je kansen kleiner. Ja. Net zoals dat iedereen toch kans heeft op kanker, maak je je kansen kleiner. Mag je het ook omdraaien door te zeggen, mensen die te snel inactief worden en echt achter de geraniums gaan, die hebben een grotere kans? Ja, en dat is, als je in Engels gezegd is, use it or lose it, ja. Dat speelt ook. Ja, okay. Absoluut. Als mensen slachtoffer worden van een vorm van dementie, dan ontstaat dat, dan kan dat erger worden. En dan komt altijd die vraag van, blijf je thuis of moet je ergens naartoe naar een plek waarvoor je gezorgd gaat worden. Ook dat is een vakgebied van jou. Ja. Vertel daar eens iets over. Wat is precies de kern van dat vak wat je daar uitoefent? Nou, kijk, de oudere geneeskunde gaat natuurlijk, dus het specialisme oudere geneeskunde, over de zorg voor mensen die echt heel complex is. Hè? Dus ja. Die op allerlei die gedragsproblemen en we willen natuurlijk allemaal zo lang mogelijk thuis wonen. Ja. Maar wat je ziet gebeuren is dat, zeker als je alleen thuis woont, hè, dat je wordt midden de nacht wakker, je weet niet waar je bent, je denkt dat het huis in brand staat, ja. Je loopt de straat op in je blote billen. Hè, dat gaat natuurlijk niet. Nee. Je vergeet te eten. Hè, we zien heel vaak dat mensen krijgen een tafeltje dekje. Nou, er wordt de koelkast ingeschoven. En dan kom je, kijk je in de koelkast en dan staan er 12. En dat is lastig. Als je een partner hebt, dan kan dat langer. Maar die partner die moet dus ook 24 uur per dag zorgen. Die kan niet even de deur uit. Dus op dat moment, als iemand verpietert. Ja, of als de mantelzorg het niet meer aan kan. En als je niet genoeg thuiszorg kunt inschakelen, dan moet je dus naar het verpleeghuis. Gevaarlijk? Kan het ook gevaarlijk zijn? Zeker gevaarlijk, ja. Gevaarlijk voor de anderen, maar ook voor jezelf. Hè. Dus dat 's nachts op straat lopen, dat is niet verstandig in de winter. Maar ook, klassiek is natuurlijk dat je met gas gaat rommelen. Ja. Ik denk wel dat soms ook nog wel wat overdreven wordt. Hè. Dat gevaar... het echte gevaar, want zo vaak lees je niet dat mensen met dementie 's nachts doodvriezen. Ja. Of dat ze dat er brand ontstaat doordat iemand dementie heeft. Maar de situatie waarin mensen belanden is ook soms wel mensonterend. Ja. En wat we ook vaak zien is dat mensen dan in een beschermde omgeving toch weer opbloeien. Ja. Dat is toch goed om te zien. Jouw andere vakgebied is dus institutionele zorg. En wat bestudeer je daar nou precies? Gaat het dan om de condities waaronder mensen wonen en leven? Nou, eigenlijk hoe kan je nou de best mogelijke zorg geven? Ja. En dan gaat het bijvoorbeeld over hoe kunnen we nou in een situatie dat mensen bijvoorbeeld niet meer kunnen praten met dementie. Hoe kunnen we dan zorgen dat we toch zien dat ze pijn hebben? Ja. Of hoe kunnen we nou, we doen ook bijvoorbeeld studie, als je mensen verplaatst van de ene afdeling naar de andere afdeling. Wat moet je dan doen om te zorgen dat die mensen gelukkig blijven? Ja. Dus eigenlijk is de studie van kwaliteit van leven. Daar gaat het eigenlijk om. Want het gaat ons niet om dat mensen zo lang mogelijk leven, maar dat ze comfortabel zijn, dat ze zich welbevinden dat is. Hè? Ja. Vooral dat natuurlijk. Welbevinden is eigenlijk alles waar het om draait. En zo hebben we natuurlijk allerlei interventies die we proberen. Hè? Dat gaat dat van bijvoorbeeld namaste is een interventie waarbij we mensen op een bepaalde manier
hele specifieke individuele aandacht geven. Maar daarvoor moeten we wel goed kijken of ze geen pijn hebben. Ja. Want als jij pijn hebt, ja, dan kan je leuke dingen doen. Maar dan, ja. Nou ja, en op die manier proberen we de ingewikkelde situatie van dat je dus in een ander huis zit met andere mensen, om toch je welbevinden zo hoog mogelijk te houden. Ik denk dat ik nu even met jou naar dat filmpje wil kijken wat ik ook heb klaargezet. Misschien sluit dat er wel een beetje aan bij dat welbevinden ook. Het bekende, hoe heet het? Die ziekte die je hebt, hoe heet die? Die is... Hoi. Even wachten op de meiden. Ja, hoe heet die ziekte? Nou, kom er eens op. Begin met een A. Alzheimer. Goed zo, Alzheimer. Alzheimer. Onze hersens screenen aan één stuk door waar we zitten en of we zitten waar we denken dat we zitten. Maar wat gebeurt er dan als je dement wordt? Dan komen er geen nieuwe plaatjes meer bij. En de bestaande plaatjes die gaan verdwijnen. En dan die laatste erbij gekomen zijn het eerst. Dat geheugen dat is nu 40 jaar teruggerold. Dus het is niet meer deze huiskamer, maar een andere huiskamer. Die voor ons allemaal, als we straks dement worden, de allerbelangrijkste is van je hele leven. Namelijk de kamer waarin jij bent opgegroeid als kind. Waar je al je bewegingen hebt leren maken enzovoorts. En die kamer, die komt naar boven. Wilco, dit is Anneke van der Plaats. Zij is heel bekend in jouw wereld van dementie en Alzheimer. En het is haar ook overkomen, hè? Ja. Ja, het is een geweldig mens, want zij kon heel erg goed, ook met ziekenverzorgenden praten van hoe dat nou precies komt. Ja. En helaas inderdaad is het haar ook overkomen. Ja. Zit zij nu ook in een instelling. Ja, ik begreep dat zij zich vooral ook richtte op de condities waaronder mensen verbeterd kunnen leven in een instelling en in een huis waarvoor ze gezorgd wordt. Ja, en wat ze eigenlijk dus overbrengt is dat... Wat mensen met dementie zien en wat mensen met dementie begrijpen, dat anders is. Ja. En dat heeft te maken met kleuren, dat heeft te maken met vormen. Je zag bijvoorbeeld een telefoon. Ja, dat is natuurlijk een telefoon. Nu is anders dan een telefoon vroeger. Ja. Het heeft ook te maken met het begrijpen van complexe dingen. Ja. En zo kan de omgeving heel erg ingewikkeld voor een persoon zijn. Ja. Zeker moderne gebouwen met glas tot aan de vloer. En dat snappen ze niet meer. Nee. En ik begrijp ook dat het laatste wat binnenkomt het eerste weg is. En dat je juist heel erg teruggaat naar vroeger. Kun je daar iets van uitleggen hoe dat dan doet? Ja, kijk... De gedachte is, wat Anneke heel mooi uitlegt, is dat je verschillende lagen van het brein hebt. Die in de ontwikkeling zo gegroeid zijn. Dus het oudste brein en dan komt als het ware de nieuwere delen bij. En dat ook je geheugen zo gevormd wordt. Dus dat in wat je oudste geheugen is, dat het minst complex is. En dat dementie als het ware zijn destructieve werk doet van buiten naar binnen. Yeah. Zodat wat het eerst geleerd is en nog het laatst. En wat je dan kan zien bijvoorbeeld, is dat mensen denken dat hun zoon hun vader is of een echtgenoot. Dat is daar de verklaring van? Dat is daar de verklaring van, ja. Want dat hoor je heel veel, hè? Ja, en dat ze naar hun moeder willen, hè, terwijl die al lang dood is natuurlijk. Ja. Hoe kun je aan mensen die dat gaan ervaren als mantelzorger, partner, kind, uitleggen... Dat je vol moet houden om erbij te blijven en om vooral lief te zijn en niet... Ja, een van die bekende voorbeelden is van niet permanent zeggen dat iemand verkeerd bezig is of het verkeerd zegt of corrigeren. Ja,
Het is heel moeilijk voor een persoon om als het ware om te gaan met de ziekte. En niet met de persoon. Ja. Je moet als het ware leren wat iemand prettig vindt. Ja. En we hebben daar allerlei methoden voor. En een van de methoden bijvoorbeeld als iemand zegt van ik wil naar mijn moeder. Dat we niet zeggen je moeder is dood. Maar dat je zegt van goh, vertel eens over je moeder. Ja. Wat voor vrouw is dat? En dat is wel heel moeilijk als je als partner 50 jaar met iemand getrouwd geweest bent en plotseling dat zo moet doen. Ja. Daarom is het ook belangrijk dat we heel veel die mantelzorgers ondersteunen. Hè? Want dit is gewoon heel moeilijk. Als je nieuw gedrag moet leren. Maar het moet, want anders hou je het niet vol. Wat zijn de prognoses over dementie? Nou ja, gemiddeld gesproken een jaar of 7. Ja. Maar het hangt natuurlijk af van hoe snel je gediagnosticeerd wordt. En van allerlei andere dingen. Hè. Het zijn toch vaak mensen op leeftijd. Ja. Dus heel veel mensen gaan ook niet tot de laatste fase van dementie. Hè. Dus het grootste deel die haalt dat niet. Dus die overlijdt eerder door een longontsteking, een hartinfarct. Of bijkomende zaken. Bijkomende zaken. Wat is de prognose als het gaat om de demografie van Nederland? Nou ja, dus het is geen feestelijk boodschap, hè? Dit, nou ja, ja en nee. Kijk, omdat we gewoon heel erg snel groeien in het aantal ouderen. Ja. Hè, en mensen heel oud worden. Kinderen die nu geboren worden, die worden 1 op de 3 tot 1 op de 2. Die worden 100. Hè? Ja, ja. En vroeger was het zo, als je 100 was, had je 50% kans op het krijgen van dementie. Ja. Maar ik sta nadrukkelijk vroeger. Hè, aan het begin van het gesprek zeiden we ook al van iemand van 65 vroeger, die zag er anders uit dan nu. Ja. Dus die getallen worden wat beter. Ja. Dus relatief gezien valt het mee, maar in absolute aantallen hebben we over 15 jaar gewoon 500.000 mensen met dementie. Ja. Dat vooruitzicht, dat weten we. Ja. Jij bent ook actief bij Topaz. Daar kunnen we niet heel erg lang over praten. Maar je bent dus de verpleeghuisarts van Topaz. Een van de vele. Okay. Ja. Daar heb je een specifieke rol, maar in de praktijk zou ik dan willen zeggen. Naast het hoogleraarschap en het college geven en het onderwijs. En ook de andere dingen die je nog doet. Er zijn ontzettend veel mensen in die zorg, ook voor die 500.000 die er aankomen, nodig. Jij zult ongetwijfeld willen ondersteunen dat we dit filmpje nog even laten zien. Ja, graag. Het is van Topaz, maar het geldt natuurlijk voor alle instellingen. Zeker. Die ernstig gebrek hebben aan mensen. En het is een mooi vak, dat zul je willen ondersteunen. Het is een schitterend vak en het geldt. Je werkt toch als team samen. Het geldt voor de dokter, het geldt voor de personen in de huishouding, voor de ziekenverzorgenden, verpleging, de therapeuten. Ja. Kom bij ons werken, het is hartstikke. Bij ons heel, het doet je goed. Ja. Je gaat met een goed gevoel naar huis. Ja, ja, precies. Dit filmpje. Ik was gemeenteambtenaar. Kok bij Defensie. Beroepsvoetballer. Conciërge. Drogist. Huisvrouw. Autocoureur. Ik was winkelvrouw in de melkwinkel. Was. Oh ja, sorry. Ik ben het niet meer, nee, sorry. Als je dit filmpje ziet, dan zeg je toch van nou, kom gezellig werken bij ons. Het zijn allemaal aardige en lieve mensen. Absoluut. En die hebben zorg nodig. Werk met ouderen is heel fijn. Ja. Dankjewel Wilco voor deze komst naar ons studio en voor het gesprek wat je hebt willen hebben met mij. Ik wens je heel veel succes in je werk. En ik hoop dat je dat ook echt hebt en dat je veel mensen fijner en gelukkiger door het leven kunt laten gaan. Dankjewel. Dankjewel. Volgende keer, dames en heren, zit hier Ton Kolbeck weer. En dan is te gast Yveske van Belgium. En dat is een Olympisch waterkampioene. Een polo-kampioene, moet ik zeggen. Dank u wel voor het kijken.